Op 4 november werd voor de raadzaal in Tiel een kunstwerk onthuld ter nagedachtenis aan Johan Derk van der Capellen tot den Pol. Het kunstwerk is door kunstenaar Bregman ontworpen en bestaat uit 4 uit eikenhout gehouden initialen van Johan Derk van der Capellen tot den Pol, afgekort tot JDCP, voorafgegaan door een hashtag. Het kunstwerk is een co-productie van de gemeente Tiel en de Oudheidkamer Tiel en omstreken. Johan Derk van der Capellen tot den Pol werd op 2 november 1741 geboren in Tiel, op de plek waar nu de raadzaal staat. Als politicus nam hij stelling tegen zaken als onderdrukking en slavernij en hij kan gelden als de grondlegger van de Nederlandse democratie. Tevens stond hij aan de basis van een eeuwenlange Nederlands-Amerikaanse vriendschap. Volgens de kunstenaar zijn de houten letters een ontmoetingsplek en een oproep voor uitnodiging om elkaar in gesprek te blijven. De hashtag verwijst naar het verbindend leesteken van de sociale media en de mogelijkheid om een boodschap anoniem, massaal en gelijktijdig te verspreiden. Ja, wie was nou eigenlijk Johan Derk van de Capel tot den Pol? In de eerste plaats inwoner van Tiel. Tiel was kennelijk een vruchtbare voedingsbodem om zijn leven betekenisvol te laten zijn en geschiedenis te schrijven van Nederland. Johan Derk was zijn tijd ver vooruit door gebruik te maken van massapublicaties. Zijn pamflet aan het volk van Nederland had enorme impact. Dit pamflet werd in 1781 anoniem, massaal en gelijktijdig verspreid en miste zijn doel daardoor niet. Vanuit de stad, onze inwoners bezien, staan de letters namelijk in het juiste perspectief, van die kant af. En voor onze raadsleden helpt dit om de zaken ook eens van de andere kant te bekijken. Koen wil beginnen, dat is de eerste letter, de hashtag. Kijk, dan mag kijken.